Hallo kijkers van Ultragames 93 en welkom weer bij een nieuwe serie hier op Ultragames 93. Voor de meeste mensen die mijn Assassin's Creed franchise serie helemaal in de gaten houden, hebben jullie gezien dat ik gisteren Assassin's Creed 2 heb voltooid. Yay, ik heb uitgespeeld, heb de game uitgespeeld. Yay, ja. Kijk, dat betekent dus een nieuwe Assassin's Creed. En natuurlijk de volgende deel. De deel die na Assassin's Creed 2 komt is Assassin's Creed Brotherhood. Dus dat gaan we spelen. Dus jongens, nogmaals welkom bij de nieuwe serie Assassin's Creed Brotherhood. Oké, ik weet niet of het geluid goed staat. De graphics weet ik allemaal wel, want ik heb de game al een keer eerder gespeeld. En hij loopt echt geweldig qua graphics. Dus, maar ja, ook een flinke tijd trouwens geleden dat ik de game voor het laatst heb gespeeld. Ik weet niet of het geluid goed staat. Als jullie mij niet kunnen horen, sorry daarvoor. Maar ik zie niet echt hoe ik dat snel even kan veranderen. Dus ja, in ieder geval verder. Let's begin. En dan nieuwe game aanmaken. Dan niet Desmond. Desmond natuurlijk niet. En dan gaan we natuurlijk Ultra Boy 93. En let's begin with this adventure. I don't think anyone ever expects to wake up one morning and find themselves caught in the middle of a war between two secret organizations. I know I didn't. But here I am. On one side are the Templars, better known these days as Abstergo Industries. They're in the business of control. Politics, economics, technology. They won't stop until every single one of us serves them. Literally. Fighting against them are the Assassins, a group dedicated to safeguarding humanity's free will. I was born into the Brotherhood. A couple of weeks ago, the Templars found me. They took me prisoner, strapped me into a machine they built, and put me to work. It's called an Animus, and it's where I spent most of my time, exploring the memories of my ancestors, discovering entire lives locked deep inside my DNA. First, I revisited the life of Altair ibn La'ahad, an assassin from the Crusades. The Templars wanted the location of something known as a Piece of Eden, an ancient artifact capable of bending people to their will. Once the Templars had what they were looking for, they decided my usefulness had come to an end. But Lucy saved me. Lucy, when things were at their worst, she revealed herself to be an assassin and helped me escape. I was hoping that would be the end of my misadventures. But we were just getting started. Back into another Animus I went. Now, I'm reliving the memories of Ezio Auditore da Firenze, my ancestor from the Renaissance, searching for a path forward. Through the bleeding effect, I'm becoming an assassin in more than just name. It will come in handy as the Templars prepare to enslave us all. They found us. They've crashed our hideout and we're fleeing the scene looking for a place to hide. Only there isn't any, and time is running short. My name is Desmond Miles, and this is my story. Dus dat, jongens, dat is even een kleine samenvatting wat er tot nu toe allemaal is gebeurd. Ook leuk om te weten. Voor de mensen die nu, vanaf nu pas volgen in de franchise-serie. Mario Auditore, let me hear. Oh, ik moet op P klikken, oké. P. Okay. Rebecca, what's going on? I have to run some diagnostics. I'll get back to you. Okay. Ik voel het wel heel vreemd. Of waren we opeens in beland? Een of andere gevecht of zo? Nou ja, ik vond het niet erg. Ik vond het wel leuk, maar het zag er heel erg glitchy uit. Animus glitchy. It is done. The message is delivered.
is Desmond? I don't understand. Please, wait. I have so many questions. Het Vaticaan, december 1499. Oh, dit is waar we laatst gebleven waren. Dit gebeurde er namelijk gisteren voor het laatst. Ezio Auditore. Oké, jongens, als jullie willen lezen, stap er op pauze. Ik kan niet beloven dat ik door alles heen ga, maar ik vind het wel even leuk dat mensen kunnen lezen als ze willen lezen. Nou ja, nieuwe outfits vrijgespeeld in de inventaris. Oké, dat is leuk, denk ik. Maar allereerst even kijken wat dit allemaal is. Die outfits komen wel goed. Die gozer is weg. Hands of the earth than in the hands of man. Uncle. What can I say? We sent a single man against an entire army. I was worried. Quick, climb up. We have to get out of here. Oké. Ik weet niet wat dat allemaal was, maar waar kijk ik omhoog? Ergens. Aards oog, ja, ik weet hoe het allemaal werkt. Volg de oplichtende route. Daar dus. Oké, klimmen doe je zo. Ja, dat weet ik, Game. Ik weet dat je zo kan klimmen. Volg de oplichtende route. God, dat was niet moeilijk. Dus gewoon hop, 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 hop. En dan opzij. En dan opzij. Omhoog, Ezio. Goed zo. Wel leuk dat ik nog een keer met Ezio kan gaan spelen. Want al die hebben maar één keer beleefd. You would not believe the things I have seen, Mario. Then be sure to stay alive that I might hear of them. I expect opposition. And I expect the Borgia to mourn the loss of many lives tonight. Ja, ik denk het ook. Maar Oké, Mario Auditore. Oké, nou jongens, als we op pauze willen lezen. Ik ga dat niet de hele tijd zeggen, maar jullie begrijpen het vanzelf wel. Oké, dat hebben we ook weer gehad. Oké, let's go verder. Rennen. Nee joh. Ik wist echt niet dat je zo moest rennen. Deze game ziet er wel qua graphics een stuk hoger uit, maar ja, ik geef niet zoveel om graphics. Che cosa fate qui? Assassini! God will see you pay for your crimes! You have desecrated the sanctity of this holy place! You condemn what you do not understand! We must go, Ezio, now! Oké, tot ziens! Oh, wacht even, nog even een nieuw dingetje. Zo. Dat is allemaal heel mooi. Een gebouw met allemaal kardinalen, ja. Heel geweldig. Ja, boe! Nee, ik heb mijn eigen stem. Ik praat met mijn eigen stem, niet met de stem van de duivel. Dat aan de kant jij. Oké, waar gaan we naartoe, oh Mario? Duwen en rennen. Oh zo, ja, ik weet het weer. Did Rodrigo manage to hurt you? Barely. My armor blunted his attack. Ja, het is de armor van Altair, dus ja. Dat is een heel goed armor. Dus ja, wat had je anders verwacht? Oh ja, pip nou lekker verder, jongens. Wat is dat nou weer? Een heel groot ei. Nou ja, het is allemaal goed. Allemaal goed en wel. Oké, laten we weggaan. Be ready to fight. Waar? Oh, hier! What are you doing? Hoppakee. Saving you. I'm on the lookout.
Not bad for an old man. Even kijken, hoe ging het ook alweer? Still had some skill. Zo ging het ook alweer. Kunnen we ook weer de Hidden Blade gaan vechten? Nee, nog steeds niet. Oké, we kunnen dat nog steeds niet. Ezio weet nog steeds niet hoe hij zonder fouten met een andere ding kan vechten. En jij, val me eens aan. Goed zo. Oké, dit gaat wel een heel stuk sneller. Oké, val me aan jij. Ga niet jij. Dit gaat echt wel een heleboel... gaat wel een flink stuk smoother dit. Het vechten. Hoppakee. Nou, kom maar verder. Hoppakee. Hoppakee. Nee, gaan we niet doen. Hoezo kan... Oh ja, ik heb natuurlijk wel geraakt hoor. Blijf in de buurt van Mario. We gaan naartoe. Ik wil zeggen, we gaan naartoe. Oké, in ieder geval doorlopen. Die kant op. Helemaal goed. Oké, ik blijf bij jou in de buurt, Mario, als je maar de goede kant op blijft lopen. Ja, ik heb het zelf gezien. Even kijken. Nou, kom op, loop verder. Waar je ook naartoe wil lopen. Zo snel mogelijk hier weg. Dat lijkt mij een goede beslissing. Wel leuk, Rome. Dat we, want ik bedoel, de laatste keer dat we Rome zagen, gisteren dus. Toen zagen we alleen maar een muur. Een kasteelmuur. En nu zien we echt een hele stad. Dus op zich is het leuk. Oké, Mario, kom op. Even opschieten. Want ik ga niet een half uur met jou achter jou aan. Daar heb ik gewoon even geen zin in. En ik denk de kijkers ook niet. De kijkers en ik willen even geen half uur achter jou aan. Dus loop gewoon de snelste route naar waar jij naartoe wil. Dan zijn we zo snel mogelijk klaar met jouw achtervolging. Want ik hou niet van achtervolgingen. Tenminste, niet ter voet. Niet doen. Ezio, waarom klomp je nou net niet? Oké, doorrennen. Oh god, moeten we echt gaan vechten? Mario. Oké, kom op, wegwijzen. Jij liep deze kant op, ik ga met je mee. En nu? Die kant op, oké. Waar is de boot? Dan kunnen we zo snel mogelijk weg. Want bij de boot kunnen we zo snel mogelijk weg. Nee, you're not dreaming this. And I'm not dreaming this too. Oké, die kant op. Oh, hier lekker omhoog. Komt helemaal goed. Holy damn, dit is echt een hele grote stad, Rome trouwens. Waar gaan we naartoe, Mario? Want ik bedoel, ik blijf wel achter je aan gaan. Dat is waarschijnlijk een probleem. Oké, hoppakee, omhoog. En dan? Gaan we deze toren beklimmen? Oh, we gaan even een uitkijkpunt doen. Samen met onkel Mario. Vind ik helemaal best. Als je even wacht, Mario. Oh, daar moeten we wezen trouwens. Loop eens een stukje naar voren, dan kijk ik ook naar boven. This decision is yours alone to make. Only do so quickly. Give it to me. You can do with it as you will later. Bene. Jump! Ubisoft presenteert. Assassin's Creed Brotherhood. Yeah. Jee. Eindelijk, de achtervolging is klaar. Yay. Ik denk dat we in onze boot zijn gesprongen. Maakt mij op zich ook helemaal niet uit waar we in zijn gesprongen. Als we ergens zijn. Oh, Ezio heeft zijn cape af. Ezio, waarom heb je je cape af? Waarom? Straks herkennen mensen je nog. Mondrigoni. Januari 1500. Oké.
Oh. En then Minerva talk. Oh god, we hebben weer zo'n een leuk database dingetje. Zo, dat is luxe. Oké. Okay. Backspace, we gaan weer verder. Oh god, dat moet ik nog steeds achtervolgen. Ja, als je maar doorrijdt. Far in the future, Vero. Then we need not worry about it. See. Perhaps our work is finished. Beetje door. Would that be so bad? Ik weet het niet. Het zou wel saai zijn. Een hele game niks doen. Omdat we niks te doen hebben. Wow. We upgraded the arsenal while you were away. Oh, and it is now customary for you to fire cannonballs at visitors. My apologies. We only installed them a few days ago. My men are still being trained in their use. Ja, oké, okay. Hebben jullie waarschijnlijk met mijn geld betaald, want ik heb 53.000 en ik had bijna een half miljoen. Dus, dure kanonnen, maar ja. Kanonnen zijn altijd beter dan niks. Ook al kosten ze 4,5 ton aan florijnen. Wat echt ontzettend duur is. Is het groter geworden? Of is het gewoon qua graphics beter gegaan? Ik weet het niet. Waar is die gozer gebleven van snel reizen? Ja, waarschijnlijk is hij verhuisd of zo. Nou ja. Gozer, we kunnen niet met een paard naar binnen. Dat mag niet. Dat viel de game niet. Oh! Nu mag het wel. Oké. Okay. De game vindt het nu goed om met paard naar binnen te rijden. Welkom terug, Ezio. Hey. Look, it is Ezio. Ja. Buongiorno. Salve, Mario. It's good to be home. Just look at the two of them. This place just keeps getting better. Ja, van ons geld. Thanks to you. Ja, dat zeg ik toch. Brother. Claudia. It is good to be home. How is mother? She's fine. I heard you were returning, but I'm glad to see it with my own eyes. The Contessa of Forli is here to welcome you. I had no idea you were so famous. Katarina? Here? Is it finished then? Is the Spaniard truly dead? Gather the others in Mario's study tonight. I'll explain everything there. Steel yourself, Ezio. They will have many questions. Claudia, tell the Contessa I look forward to seeing her this evening. Okay. Dat is leuk. Oh, Claudia Auditore. Mooi, van de database. Nou, laten we nog even snel even dit bekijken. Want ik zie alweer dat we op de tijd zitten. Dus. Ja. Ja, oh, we hebben allemaal zijn hoofdmissies. Dat is leuk. Oké, en is er trouwens nog iets veranderd in dat pauzescherm? Oh, nee, de inventaris. Ja, we hebben nu doorspelen, DNA, inventaris, kaart, database, vrienden, opties, bla 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 bla. Inventaris. Panzer. Oh, niks. Dat is leuk, geen panzer. Wapens. Verborgen mes. Oh, zwaard van Altier, tuurlijk. Ze hebben wel wat dingen veranderd, volgens mij. Van wat ik eerst had, dat is ook logisch. Want waarschijnlijk gaat die niet... Oeh, ik kan meer kogels meenemen. Rookbommen en medicijnen. Ja, ik heb er eentje gebruikt. Voorwerpen, sleutels van Romulus. Heb ik niet. Borgia-vlaggen heb ik niet. Veren. Had ik allemaal in de kist gedaan. Outfits. Gewone cape. Kostuum van Florentijnse edelman. Oké, laten we die even bekijken. Het is puur cosmetisch. Als je hem draagt, reageren, wachten. Dus welke vorm van criminaal gedrag. Bovendien heeft het geen invloed op je beruchtheid. Oh, weet je wat? Ik zat even te denken. Wat nou als we dit gewoon... gaan gebruiken... per gewone aflevering. Jongens... dat we gewoon elke aflevering gewoon iets dragen. En dan beginnen we natuurlijk met deze. Is puur cosmetisch als je hem draagt. Oké, okay, ja, bla bla bla. Oké, je kunt niet... Oh. Dat is ook handig, dat je niet kan switchen. Nou ja, in ieder geval, kijk eens, dan ga ik tegen jullie zeggen. Kijk eens, we hebben duimpje omhoog. Help je mij mee, help het kanaal mee. Ook niet als jullie nog niet zijn geabonneerd. Dat valt dus nog maar één ding te zeggen. En dat is... Doei!